Mark, hoe was het? Ja, viel eigenlijk helemaal niet tegen. Ging best leuk. Wat vond je er zo leuk aan dan? Nou, gewoon lekker los. Gewoon geen druk erop. Gewoon even niet aan techniek denken of aan schaatsuitslagen of aan stadlijsten of aan eindtijden. Gewoon lekker gas geven. Ah, stom. Gewoon even je knop om niet meer nadenken. Gas geven bedoel ik. Dus dat is ook wel een keer leuk. Viel het je mee? Ja, de uitslag viel mee. Ik was derde. Dus dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus je haalt hier gewoon een bronzen plak weg, Mark? Ja, ik blijf maar podiumplekken weghalen. Zo. Dus dat is de derde keer op skilus. Er viel me echt niks tegen. Is voor herhaling vatbaar? Nou, als ik op het podium ga eindigen misschien wel, ja. Kijk, je moet toch een beetje trainen in april. En de fiets die staat nog mooi in de schuur. En die laat ik daar gelukkig nog even een paar weken staan. Daar heb ik even gewoon geen zin in. En na Olympisch seizoen heb ik nu ook even geen zin om helemaal niks te doen. Ik wil gewoon wel lekker doen waar ik zin in heb, maar wel even bezig zijn. Dat vind ik gewoon lekker. En dan ga ik het liefst even naar mijn oude liefde terug, naar het skileren. En als ik dan nog een beetje mee kan doen in een wedstrijdje, dan misschien raakt er nog wel een paar, joh. Ik weet niet, zie je wel. Hoe zie je de toekomst nu met het inline skaten? Ja, nou ja, voor mezelf zie ik er niet direct toekomst. Ik blijf wel schaatser. Alleen ik denk dat het heel goed is dat bij de bond alles samengevoegd is. En je ziet al in de stad, het zijn schaatsers, marathonschaatsers, langebaanschaatsers. Iedereen is hier vertegenwoordigd. Ik denk dat heel veel jongens ook hier vandaan komen. En van skileren of inline skaten dan tegenwoordig word je heel sterk. En dan kun je een hele goede basis leggen voor de winter. Dat bewijzen de jongens wel die je hier vandaag ziet starten. Dus dat is een goede zaak. En nu? Ga je zo meteen weer op trainingskamp? Wat zijn je plannen? Eerst nog even een maandje een beetje doen waar ik zin in heb. En wel trainen. De plannen liggen alweer klaar. Het schema ligt nog niet helemaal vast. Alleen ik heb met Jack al wel genoeg ideeën. En Jack die is al druk bezig met de trainingsschema's en het uitstippelen voor de rest van het jaar. Dus ik wil me goed laten zien op de 1500 meter. Misschien nog een WK sprint ook weer rijden in T-half. Alleen dat is nog een beetje de bottleneck van ga ik echt iets meer sprinten of blijf ik die 1500 meter ook nog als heel erg belangrijk zien. En die blijf ik als heel erg belangrijk zien. Ik wil in Insel op het WK afstanden als Olympisch kampioen heel graag ook wereldkampioen worden. En dat zal heel moeilijk worden. Dus daar moet ik wel keuzes in gaan maken en mijn pijlen op gaan richten als ik dat wil. Dus daar moet ik nog even goed over nadenken. Maar ik denk wel dat het die kant op gaat. Maar Jack Hoorn en Mark Tuiten, die samenwerking blijft zoals het is? Een gouden combinatie moet je niet veranderen, toch?